Hartelijke goeiedag. Het is heerlijk om jou te verwelkom bij Mosaïek Oordenkings. En ik praat hierdie week so bietjie oor die woestijn en lessen wat ons als gelowiges uit die woestijnen in ons leven kan leren. Je verstaat natuurlijk dat ik met woestijn niet bedoel, letterlijke woestijn, maar daar die woestijn tijdperken, daar die moeilijke tijdperken in ons leven. En ik wil graag met jou vandaag praten over die kwestie van die noodzakelijkheid van stilte, want woestijnen impliseer stilte. En ik wil net voor ons lees hier in Matteüs 14 vers 13. Hy sê, en toe Jezus dit hoor, het hy daar vandaan in een skuit vertrek na een verlate plek alleen. Jezus het behoefte gehad aan verlatenheid, aan eenzaamheid, aan alleenheid, ook in sy lewe. Nou, wanneer jy aan een woestijn denkt, dan denk jy onwillekeurig aan verlatenheid en stilte. En alhoewel die meeste van ons nou nie van woestijntye in ons leven hou nie, is het alles behalwe betekenisloos. Een van die belangrijkste kenmerken van een woestijn is stilte. Enige iemand wat om of haarself al in een rechte woestijn bevindt, het, wordt getref door die stilte. Voor alles een mens uit ons moderne opzet van gejaag en geraasbesoedeling in een woestijn beland, dan is die stilte oorweldigend. Ons leven in een tijd waar verschillende vormen van besoedeling hoogtij vier. Ons praat van luchtbesoedeling en waterbesoedeling. Maar ons is niet altijd bewust van die geweldige vlakken van geraasbesoedeling. Vooral in ons stedelijke gebieden niet. Daar is die fysieke geraas van motors en vliegtuigen en toeters en sirene en die gepraat van mensen en die geblaf van honden. Nou ja, in een zekere zin het ons daarmee geleerd saamleven. En ons kom het dikwijls niet eens meer achter nie, totdat jy in een plek van absolute stilte kom. So tyd gelede het ons door Namibië getoer en daar vooral in die Namib woestijn, in die aand vooral, tref die ware stilte jou. Dit is so stil dat jy amper die stilte kan hoor. En dan skielik besef jy eindelijk hoeveel onnatuurlijke byklanke ons lichaam normaalweg vul. Nou wat geldt voor die fysische geraasbesoedeling, waaraan baie van ons elke dag blootgestel is, geldt het nog meer van al die dingen wat ons in ons hedendaagse wereld gedurig op ons aanspraak maakt. Daar is soveel druk en soveel stemmen wat voortdurend ons aandacht vraagt bij die huis, bij die werk en die dagelijkse gang van ons levens. Iemand het met recht gesê, the greatest enemy of our time is busyness. Die selfoon en die internet het grootliks in ons dag bygedra daartoe, dat ware afsondering en stilte een luxe geword het, wat voor baie van ons amper nie meer bestaan nie. Baie van ons is so gedrewe, gejaagd door ambitie, ander door die veel eisendheid van ons moderne samenleving en beroeps- en gezinsverwachtinge, dat ware stilte en stilwees, om tot stilstand te komen als het ware, eindelijk een rare commoditeit geworden het. Die groot probleem met hierdie toedrag van zaken is dat ons die Heere en sy stem in hierdie geroese moes en geraas mis. Die byklanke het dood eenvoudig te veel en te hard geword. Die gejaag en die geraas in ons leven doof so dikwels Godse stem uit. Daar is in hierdie verband een baie belangrike waarheid waarvan ons moet kennis neem. God weier om mee te ding met al die klanken en die stemmen wat om ons aandacht meeding. God weier om op jou te skree. Ons denk baie keer dat die Heere nie meer met ons praat nie. Ek denk die Heere vind het miskien net baie moeilik om tot ons deur te dring en om ons aandacht te kry. Die feit is dat God wel praat, maar ons kan dikwijls niet sy stem hoor tussen al die baie ander stemme wat op ons aanspraak maak nie. Dalk was jy al bij een concert of dalk in een kerkdienst waar een sanger met vooraf opgeneemde muziek, ons praat ons nou van een backtrack, gesing het.
Nou, ek was al by sulke geleenthede waar die klankkontroleer die musiekklankbaan te hard en die sanger se klankbaan te sag gestel het. Nou, die gevolg is dat die sanger se stem dan deur die musiek oorheers en oordonder en verdring word en jy nie die woorde van die lied behoorlik kan hoor nie. Dit is wat dikwels in ons levens gebeur. Die musiek en die byklanke van die lewe is so hard en oorweldigend dat ons nie kan hoor as God met ons praat nie. Nie deur die sagte stem van sy gees of deur die woord of dikwels deur die natuur of op enige manier nie. Ek wil jy moet net dink aan Elia, nadat hy ook in die woestyn vir 'n tyd verkeer het. Het God nie na hom gekom met in die groot en sterk wind en deur 'n aardbewing of deur 'n vuur nie, maar 1 Konings 19 vers 12 sê, hy het na hom gekom in die gesuis van 'n sagte koelte. Nou in vergange se jare was dit nie so 'n wesenlike probleem as vandag nie, daar was baie meer stilte. Maar die gejaag en die wetywering wat industrialisasie en mechanisasie en kapitalisme en materialisme gebring het, het ons lewe so verander. Die antieke mense het dit nie geken nie. Daar was nie horlosies nie en hulle was nie slawe van tyd nie. In kort, gemeenskappe en individue het 'n veel, veel stiller en rustiger lewe as ons gelei. Toch, ten spyte hiervan, het God het nodig geag om sekere mense in die Bybel, met wie hy 'n besondere pad wou loop, eenkant, na die eensaamheid en die stilte van die woestyn te neem. As dit waar en nodig was in 'n tydvak, toe mense veel rustiger was, hoeveel te meer is dit nie nodig in die tye waarin ons lewe nie. As Jesus dit self nodig gevind het, om eenkant te gaan en stil te word, hoeveel te meer het ek en jy dit nie ook nodig nie. En miskien beleef jy self daar die gejaag en geraas besoedeling en het jy ook die ervaring dat jy voel dat God praat nie met my nie. Jy voel God is afwesig. Miskien is die Here nader wat jy besef. Miskien is jou lewe dalk net so gejaag en die gedruis en gejaag van die moderne lewe so oorweldigend dat jy doodeenvoudig nie sy stem kan hoor nie. En God gaan nie vir jou skreeu nie. Dis tyd om stil te word en om 'n kans te gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons mag weet dat U dit nodig ag om ons somtyds uit die gejaag en gewoel en geraas van ons lewe eenkant te vat na 'n woestyn, 'n plek, 'n tyd waar dit stil is, waar U met ons kan praat, waar ons die sagte stem kan hoor. Ons wil luister, Here. Amen. Dit was aangenaam om saam met jou te wees en mag jy ook in hierdie dag die Here se stem duidelik hoor. Alles van die beste.